Vet dat je weer kijkt. Nou, het is een ochtend met 5 vandaag. Het is namelijk 5 graden. Het is 5 uur 's ochtends. En dit uitzicht is gewoon 5 sterren. Het is toch fantastisch. Het is lekker vroeg en ik ga er even op uit om wild te kijken. Ik heb er zin in, want de omstandigheden zijn al hartstikke mooi. En ik ben benieuwd wat ik tegenkom. Hoop op een paar mooie spots en we gaan er lekker op uit. Eerste reebok is binnen. Was een mooie bok. Had ik wel duidelijk zijn zomervacht weer op. Ondanks dat het nog steeds vrij fris is vanochtend. Maar die liep lekker te grazen. En liep gewoon lekker zijn ding te doen. Wel mooi. Nu eens even kijken wat we verder nog kunnen vinden. Wie weet zijn er nog meer. Met een paar zwijnen tegen. Hier zo zag ik een paar lopen, ook met een paar biggen erbij. Eentje goed in beeld kunnen krijgen. Hier over het pad zag ik net een paar oversteken. Net te laat om ze goed in beeld te kunnen krijgen. Dus even kijken of er verderop nog een paar lopen. Maar de zwijntjes zijn in beweging. Ja, superleuk. Je zag net heel goed waarom die zwijnen eigenlijk een beetje de ploegjes van het bos zijn. Ik zag een paar kleine zwijntjes en later de moeder. En die waren lekker aan het rondscharrelen. En wat je heel goed zag is hoe ze echt hun snuit zo onder de grond duwden. En dan vervolgens de hele grond zo omboeren. Heel grappig gezicht. En het zijn echt een stel bulldozertjes die zwijnen. Altijd wel van verrassing. Dan dacht ik net dat alle zwijnen daar de bosjes in gelopen waren. Tot ik op een gegeven moment hier weer bij mijn fiets stond. En toen zag ik een ander zwijn, zag ik zo het pad oversteken. En ik denk, nou leuk, nog een zwijn. Het zwijn loopt naar de overkant. En toen volgde er een hele stroom biggetjes. Echt heel veel. Ik denk dat daar nu zeker een stuk of 15 biggen lopen. Die lopen ook gewoon lekker te scharren naar voedsel. Geweldig toch, dit soort verrassingen. Altijd mooi. Nou, na mijn tijdje met de zwijnen vermaakt te hebben, we waren even een stukje doorgefietst. Daar nog een mooie reebok. Echt een mooi exemplaar. Stond lekker in de ochtendzon, lekker te grazen. Heerlijk relaxed. Top. Houd me niet op vandaag met de verrassingen. Ik was nadat ik die reebok had gezien, een klein stukje verder gereden. En toen zag ik opeens daar zo, tussen de bomen door, tussen een opening, zag ik opeens een hinde staan. En dat is daar zo in het stiltegebied. Dus ik snel mijn camera neergezet. Snel gefilmd. Het leuke was, is dat ik stond die hinde te filmen en ik zie rechts onder in beeld zie ik nog een jong zwijntje scharrelen. Dus dat was ook wel een mooie verrassing. En vervolgens wil ik doorrijden. Loopt daar nog een reebok. Het houdt gewoon niet op vanochtend. Waarvan ik al zei daar, van ja, bij die hinde, dat daar een biggetje liep. Toen zag ik opeens een grotere schim. Ja hoor, moederzwijn. En die er met de jonkies het bos in trok. Daar verderop op het veld. Ook nog een aantal zwijnen, ook met jonkies. Dus wat dat betreft, die duiken echt overal op. En ik vind het ook wel ergens een geruststellend idee. Want we hebben natuurlijk vorig jaar een hele lange, hete zomer gehad. Ook een vrij lange winter daaraan vooraf. Dus heel veel zwijnen zijn er dood gegaan. Dat ik ook echt de hele zomer door heel weinig zwijnen gezien heb. Maar dat nu dat er toch nog behoorlijk wel wat wil rondlopen. En ook heel veel met jonkies. Dus dat ze zich waarschijnlijk gewoon weer helemaal hersteld hebben. Dus dat is dan weer de veerkracht van de natuur. Thank you.
En ook hier weer, hè? Een heleboel zwijnen. Er liepen hier twee volwassen dieren. Met, ik denk, een stuk of 10 jonkies. Die liepen ook lekker naar voedsel te zoeken. Hier zo'n beetje te scharrelen tussen de bosbessen. Ja, dat is toch heerlijk zo'n ochtendje? Daar stond ik net een ree te filmen. Die stond daar een beetje te grazen. En ik zag die ree staan en ik dacht, nou, rustig even mijn camera neerzetten. En op een gegeven moment hoor ik een geluid dat ik denk, huh? Serieus? Ik hoor namelijk een soort snorrend geluid. En ik dacht, dat moet een nachtzwaluw zijn. Dus ik heb heel snel mijn camera neergezet om het geluid op te kunnen nemen. En je moet maar even luisteren. Komt hij aan? Het is bizar, hè? Dat geluid, dat is dus een nachtzwaluw. En dat is een vogel die is ontzettend goed gecamoufleerd. Dus ik heb nog even gekeken of die ergens in een boom zat. Maar het is bijna niet te doen. Want die camouflage is zo goed. Als die eenmaal op het dak zit, vergeet het maar. En dat is ook een nachtvogel. Dus ik denk dat dit een van zijn laatste roepen was. En die jaagt dan 's nachts op nachtvlinders en dergelijke. En dan kan je hem ook heel goed horen vaak. Boven open heideterreinen. Fantastisch mooi beest. Heel moeilijk om te zien. En echt onwijs kicken dat hij er nog even een roep uitgooide. Echt heel vet. En nog twee reeën. Het houdt niet op vandaag. Het houdt niet op vandaag. Mooi man. Hier zo lopen nog steeds dezelfde zwijntjes die ik net ook al zag, alleen dan vanaf de andere kant van het veld. Die lopen hier nog steeds een beetje rond te scharrelen. Ze gaan nu wel echt de dekking in, dus ik denk dat ze het nu echt voor gezien houden. Maar hebben ze toch nog best wel wat tijd op dat veld gelopen. Ah, dat is mooi. 4 volwassen dieren, aantal jongen eromheen. Mooi gezicht. Ja, dat was echt fantastisch. Kom ik hier aanlopen. Stond daar al een reebok. Kijk, die kant op verderop stond er nog een reegeit. En hier in de dekking stond nog een reegeit. En ik dacht, nou, even wachten. Want ze hebben nu jonkies. Even gewacht. En jou hoor. Reegeit verderop. 2 jonkies. En ik ben wel bang dat ze van mij geschrokken zijn. Daar baal ik wel een beetje van. Want op een gegeven moment, die geit die ging er heel snel met 1 jonkie zo vandoor. Hier naar de bosrand. En toen bleef de andere jonkie bleef daar zo achter. Die is denk ik daar ergens gewoon in het hoge gras gaan liggen. Doen ze wel vaker, is op zich niet gek. Maar ja, toch, ik vind het wel vervelend. Dus ik ga ze nu ook verder met rust laten. Ik ga er snel weer vandoor. Dan kunnen zij nog even rustig hun gezinnetje weer herenigen. Ja, het was echt een mooie afsluiter zo. Reegeit met kalfjes, nog een blaffende reebok. Heel veel wilde zwijnen gezien, überhaupt ook heel veel reeën gezien. Natuurlijk nog een edelhert-hinde gezien. Nachtzwaluw gehoord. Adriaan de gezonde vogelaar, dankjewel voor de bevestiging. Want ik wou het toch even zeker weten. Altijd fijn als het klopt. En ja, wat dat betreft gewoon echt een topochtend gehad. Het was heerlijk. En ik ga nu lekker weer op huis aan. Ik vind het weer mooi geweest. Zie ik je de volgende keer weer. Tot dan. Doei doei!